Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Zo lukt het Loesje. Ik ben dus Loesje, dat lijkt me wel handig. En fijn dat je kijkt hier weer op Facebook van Smulweb. We gaan vandaag iets koken uit de Smult. Smult is een tijdschrift wat we hier uitgeven met heel veel leuke recepten. En vandaag ga ik iets koken van pagina 61 en dat is een eendenconfiet. En ik vind dat wel leuk, weet je, voor kerst. Heel veel mensen eten confit de canard voor kerst. En dit is een andere versie, dus die gaan we maken. En wat ik ook mag doen, en dat vind ik wel heel erg leuk, zo voor de kerst, is even een jaarabonnement op Smult weggeven. Dus als je nu meekijkt, laat hieronder weten waarom jij dat jaarabonnement wil hebben. En wie weet win je. Superleuk. We gaan aan de slag. Even kijken hoor. Ik heb hier dus het recept. En hier zie je al dat het wat anders is dan de gewone confit de canard. Want het is een ovenschotel. En dat noemen ze een parmentier. En parmentier, dat was een meneer vroeger in Frankrijk. En die was dol op aardappels. Die wilde alles met aardappels, dus die heeft dat heel erg gepromoot. En nog steeds in Frankrijk zijn gerechten die onder een laagje aardappelpuree zitten, noemen ze dan een parmentier. Beetje van de week. Helemaal goed. Wat we gaan doen. We hebben hier wat aardappels. Daar gaan we zo meteen puree van maken. Ik heb hier, en dat moet je even zo van dichtbij bekijken, een blik in het water staan. En in dat blik zitten die eendenboutjes. Die gaan we er zo even uitvissen. En daarnaast gaan we dan een mooie vulling maken met wat prei. Shallot heb ik hier staan. Knoflook. En voor bovenop zo meteen wat parmezaanse kaas en paneermeel. En dat gaat dan het hele zwikkie in de oven. En dat wordt echt super lekker. Er staat er natuurlijk al één te pruttelen. Dat heb ik vanmorgen al even gedaan. Dus die ga ik je zo meteen laten zien. Nou, we beginnen met die eend. Dat is het spannendst. Zo'n blik die kun je gewoon in de supermarkt kopen. Heel veel mensen zeggen een blik met eten. Hoe en wat. Maar een confit de canard is echt gewoon fantastisch. Heel erg lekker. Dat blik zet je dan eventjes in wat heet water, zodat het vet waar die eendjes in zitten, zeg maar even wat vloeibaarder wordt. En dan kunnen we namelijk die boutjes er prima uithalen. Zo, dat doe je dus wel even met een ovenwandje, want het is heet. Pas op. Deze weg. Zo. Dan gaan we dit blik openmaken en de eendenboutjes die erin zitten, die gaan we dan plukken om zo meteen in die ovenschotel te doen. Nou, hopen dat men opener meewerkt. En dat vet van die eend, die kun je bewaren als je bijvoorbeeld een jampotje of iets dergelijks pakt. Dit is wel tof, hè, dat dit gewoon het ook meteen doet. En dan kun je dat in de koelkast bewaren en dan kun je bijvoorbeeld je aardappeltjes mee bakken of ander vlees lekker mee maken, een jus of iets dergelijks. Dus gooi dat niet weg, dat is echt zonde. Dat kun je gewoon hergebruiken. Zo. Het lukt. Yes. Nou, dan even dat deksel eraf. Zo, en dan zie je hier die boutjes in liggen. Kan je dat zien, Ivo? Ja, hè? Tadaa. En dat vet is nu mooi een beetje gesmolten, waardoor we ze er makkelijk uit kunnen halen. Nou, dat ga ik dan ook doen. Even die boutjes eruit vissen. Doe ik even in een schaal, want we willen ze namelijk plukken. Die botjes moeten eruit. Zo. Oh, dit is alleen al zo lekker. Dan kun je ook namelijk die boutjes lekker nog even op dat huidje krokant bakken en dan opeten. Echt fantastisch. Misschien heb je ook nog een leuk idee met confit de canard. Of heb je een traditioneel familierecept? Deel het even hieronder. Superleuk. Hup. Boutjes eruit. Ja. Dus dat vet niet weggooien. Gewoon bewaren. Schuif even dit hele verhaal aan de kant. Zo. Nou, deze gaan we natuurlijk dan even zo plukken. Wat ik wel ondertussen ga doen, is even deze wok aanzetten met wat boter erin. Lekker wat boter. En dan gaan we vast de knoflook, shallot en prei in aanbakken. Zo. En daar gaat zo meteen dat stukjes eend, die gaan daar dan bij. We nemen dat even mee voordat het de ovenschotel ingaat. Zo. En die smult, hè, als je net erbij komt. Deze geven we een jaar abonnement van weg. Dus laat hieronder even weten waarom jij dat abonnement wil hebben. Leuk voor onder de kerstboom. Misschien wil je het wel weggeven. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb hier wat prei. Die gaat dan in de pan. Shallot erbij. En de knoflook. Zo. Even door elkaar. Kan je het zo goed zien? Jawel, hè?
Helemaal top. Nou, het slinkt vanzelf, hè. Die prei wordt allemaal wat kleiner. Helemaal goed. Plukken we ondertussen dit eventjes uit elkaar. Nou, die eendjes hebben in principe in die boutjes 3 bordjes zitten. Even kijken of ik dat kan laten zien. Ja, hier zit een klein bordje. Zie je, die moet je niet vergeten, want dat is niet echt lekker om op te eten. En dan heb je er hier nog één. En dan zit er nog een derde in, kijk. Tada. Nou, die moet je er even uithalen. Uit alle 3, 4. Ik ga het even met mijn vingers doen, dan ben ik sneller. Zo. En ik ben echt heel erg benieuwd of jullie ook een favoriet kerstrecept hebben. En of daar toevallig ook deze lekkere eendenboutjes bij horen. Of wat jij graag maakt met kerst. Zo. Kijk, dan maken we die eend wat kleiner. Zo. Heerlijk. Dit is al super lekker. Dit heeft dus eventjes zo in dat warme water gelegen. Dus dat geurt al heerlijk naar kerst. Sabine die staat hier mee te filmen voor Instagram. Die zei al, oh, ik ben echt helemaal thuis met kerst. Het is echt zo ontzettend lekker. En Lusje, kan je misschien nog even vertellen wat je naar moet doen om een jaarabonnement te winnen? Oh ja, tuurlijk. Ik kan dat nog een keer vertellen. Je kunt een jaarabonnement winnen op Smult. Dat is ons tijdschrift met heel veel leuke recepten en inspiratie. En laat dan hieronder eventjes weten waarom jij deze wil winnen. Of misschien wil je hem wel weggeven aan iemand. En wie weet maak je kans dan op dat jaarabonnement. En dan krijg je hem een jaar lang netjes thuis bezorgd. Door de brievenbus. Zo. Nou, hier heb je dus al dat eendenvlees. Oh, hier wil ik eigenlijk al meteen induiken. Zo, lekker. En dan hebben we dus hier, ik zal deze even aan de kant zetten, dan kan je het wat meer zien. Kijk, verhuizen we de boel. Ja, vinden ze het allemaal lekker? Helemaal goed. Leuk dat jullie meekijken. En praat ook lekker mee. Stel je vragen aan mij of aan Sabine, die staat hier ook. Misschien heb je nog. Ja, als je nu een vraag hebt, zeg maar over kerst of wat je, hoe je dat iets moet regelen. Misschien heb je wel stress ergens van. Laat maar weten. Goed, de eend gaat ondertussen bij de prei. En zo. En dan heb ik ook nog wat gehakte peterselie, die doe ik er nu ook bij. Dit even door elkaar. Oh jongens, heerlijk. En om het dan af te blussen, heb ik een scheutje rode wijn. Doe ik er even bij. Het kan heel even inkoken terwijl we de puree maken. Zo. Nou, oh, dit is echt super lekker. Als je wil kun je hier nog wat zout en peper aan toevoegen. Ik doe in elk geval wat peper. En een klein beetje zout. Voor mij hoeft dat meestal niet zoveel. Maar doe dat gewoon naar smaak en proef tussendoor eventjes. Nana vraagt wat je aan het maken bent. Hey Nana, leuk dat je kijkt. We zijn... In English, what we are making. We're making an oven dish. And it's with duck and... potatoes and welcome. We like it that you're watching. Gezellig. Goed hè, Engels zo echt. Dat is echt helemaal mijn ding. Zo, beetje melk bij de aardappels en een beetje boter. Gewoon eigenlijk klassieke puree. Niet al te moeilijk over doen. Je hebt al zoveel smaken bij je zometeen met die eend. En Veronique, wat we zelf gaan doen met kerst. Hi Veronique. Leuk dat je kijkt. Nou, ik kan niet voor Sabine antwoorden, maar die gaat dat straks vast even doen na de vlog. Maar zelf ga ik eerst de kerstdag koken voor mijn familie. En dat wordt 3 gangen gezelligheid en het thema is goud. Dus ik ga allemaal leuke dingetjes doen met goud. En dus 3 gangen koken, niet al te veel, want we hebben natuurlijk al heel veel gekookt. En de tweede kerstdag laat ik me eens lekker verwennen door mijn schoonfamilie. Dat vond ik ook wel een goed idee. Dus dan kookt mijn schoonmoeder, dus ik ben heel benieuwd wat zij gaat maken. Zo, nou... Helemaal goed. Puree is klaar. Ik zal deze even hier neerzetten. Zo. Oké,
Dit is helemaal top. Ik heb die aardappels natuurlijk eventjes gekookt met een beetje zout erbij. Wat je dan doet, een ovenschaal. Daarin doen we een klein laagje aardappel op de onderkant. Gewoon, dat is lekker. Die gaat dan namelijk helemaal vrienden worden met die eend. Niet te veel, want de rest moet aan de bovenkant. Zo. Echt super lekker dit. Oké, eendje is klaar. Kijk maar eens even. Zie je, die wijn is bijna weg. Dat is helemaal mooi verdampt. En die heeft de smaak afgegeven aan de eend. In de schaal. Hey Herman, leuk dat je ook kijkt. Niet eerst invetten. Nou, je kunt hem eerst invetten, maar dat hoeft echt niet. Dit is echt, er zit genoeg vet in de eend, zeg maar, om zo meteen weer netjes los te komen. Maar dat zul je straks zien, want er staat er eentje in de oven. Dus dan gaan we het meemaken. Of dat ook echt klopt wat ik zeg. Even zien. Zo, schaaltje naar voren. Puree erop. Oh, dit is zo lekker. Heerlijk. Nou, en dit gerecht komt dus uit Smult. Wil je nou ook dat mooie tijdschrift thuis hebben? Laat dan hieronder weten waarom jij een jaarabonnement moet winnen. En wie weet, ben jij de gelukkige en krijg je hem een jaar lang thuis bezorgd. Helemaal top. Kijk, zo. Het geeft niet als je een beetje nog die vulling ziet hoor. Dat maakt echt niks uit. En als je dat niet wil, gebruik je wat meer aardappels. Maar ik vind het eigenlijk wel prima zo. Liever meer eend dan aardappel. Hup. Dan heb ik hier Parmezaanse kaas. Al in snippers. Doen we daarop. En wat paneermeel. En dat zorgt voor dat krokante laagje aan de bovenkant. Zo. Mama zegt yum yum. Yum yum. Nou, dat is het zeker, Nanne. Leuk dat je kijkt. Zo. Ik doe een beetje boter nog zo op die puree. Dat bakt dan lekker mee. Zo. En dit zet je dan lekker een half uurtje in de oven. En als dat eruit komt, dat wil je natuurlijk zien hoe dat eruit ziet, ga ik je nu laten zien. Deze zetten we zo meteen, denk ik, voor de lunch in de oven. Yum yum. Yum yum. Goed bezig. Ik ga hem even pakken. Ik heb een andere ovenschaal daarvoor gebruikt. Want nou ja, we hebben niet allemaal dezelfde hier. Dus ook wel leuk. Dus dan zie je ook een beetje hoe het er ook uit kan zien. Nou, dit is dus het resultaat. Als het even in de oven heeft gestaan. Dan heb je een mooie bruine korst. Met die lekkere parmezaan en het paneermeel erop. Hier wil je natuurlijk een stuk uit hebben. Oh, hoor je dat? Heerlijk. Hij is mooi krokant geworden. Probeer dit nou niet netjes te doen, want dat gaat toch niet lukken. Het sist ook echt. Oh, kijk dan. Even uithalen. Jongens, dit is echt zo ontzettend lekker. Dit is echt een heerlijke kerst. Ik zal even deze nog een beetje draaien, dat je ook een beetje hierin kan kijken. Ziet er goed uit, toch? Ik ga dit even proeven zometeen. Het recept delen we natuurlijk hierboven. En als jij ook een jaarabonnement wil winnen op de Smult, laat dan hieronder weten waarom jij die moet winnen. En wie weet maak je kans dan op dat jaarabonnement. Fijn dat je keek en we zien je vanmiddag weer. Doeg!